Nou. Nou, blij dat... dat was Hintz. Was leuk, hè, Hintz? Grappig, hè? Had u het geweten, het woord? Nee, dat weet je ook niet, hè? Nee. U denkt, met wie zit ik te praten? Maar ik zit te praten met Pieter Smits. En naast mij zit... Hai, Elbert. Hai, Elbert. Het is Arie eigenlijk, maar in Limburg zeggen ze zeg hai, hè? Ja. En jij bent, Piet, jij bent nou, zeg maar, de kenner van de asperge. Het is wel aspergestijd, momenteel. Hè? Ja, ja, absoluut. Momenteel midden erin, in de aspergetijd. Dus ik denk, nou, leuk om iemand te vragen die een beetje verstand van die witte jongens heeft. Nou, vertel eens, Piet, wat is asperge? Van wanneer tot wanneer is asperge tijd? Nou, het begin kun je nooit precies zeggen, want dat is afhankelijk van de temperatuur. Het moet zo'n 11 graden zijn in de grond, dan beginnen die te groeien. Ja. En het einde is definitief Sint-Jan, 24 Sint-Jan. Juni. Sint-Jan. Wat is Sint-Jan? Dat is een heilige die dan vereerd wordt. Ook een heilige? Ja, ook een En een echte heilige. We hebben veel. We hebben iedere dag een nieuwe heilige. We hebben veel heilige, want die winterhoornbaars, die hadden ook al... Maar bij ons is het fijn het einde van de aspergetijd. Het einde. Maar jij bent teler, hoe noem je dit? Teler? Verbouwer. Aspergeverbouwer. Dus jij haalt ze uit de grond en hij maakt ze, kookt ze. Schilt ze. Ja, want jij hebt een heel grote hostellerie. Ja, een hostellerie. Daar hebben jullie alleen maar asperges. Alleen maar asperges op de kaart. Je kan niks anders krijgen. Nou, dat staat een heel klein regeltje. Alle gerechten zijn ook zonder asperges te krijgen. Ja. Dus maar dat is alleen maar een ham met ei dan, hè? Oh ja, ik wil net vragen, wat hoort erbij bij een asperge? Ham en ei. Nou, je kunt het prima combineren. Je kunt ook alleen ham en ei krijgen. Ja, dat kan ook. Wat zijn de beste? Wat zie je wel verschillende meegenomen. Ja, ik heb allerlei verschillende kwaliteitssorteringen. Er zijn al iets 26. Ja, heerlijk. Er zijn 26 verschillende sorteringen. En dat maakt 26 onze, verschillende? Ja, ja. Oh. En dat maakt onze Limburgse asperge of Nederlandse asperge zo bijzonder. Ja. Want in het buitenland hebben ze maar 3 goede slechte en goed slechte. En die laatste de meeste. Oh. Dus... Beetje chauvinistische... Mag het een beetje. Wat is maar dit is de allerbeste. Dit is de dubbel A1 Super. Zo heet die. Dat is de officiële veiling aan kwaliteitsaanduiding. Die moet maximaal 22 centimeter zijn. Moet 22 centimeter. Ja, een doorsnede hebben. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die moet een doorsnede hebben. Mooie maat. Op, van 20 tot 28 millimeter. Een doorsnede. Ja. Ja. Dus duim dik. Ja. Ja, ja. En hoe komt het dat de ene groter en kleiner dat is dan de andere en dunner dat en dikker? Dat weten ze niet. Maar heb je niet van deze heb korter in de grond gezeten dan nee, dit? Nee. Maar dat heb je met mensen ook. Er zijn dikke mensen en dunne mensen. En kleine en lange. En lange. En asperges, die wordt aangezet op de wortelstok. En daar bepaald is de dikke race bepaald. We gaan even met je mee, want jij hebt een heel... wat is er? Ja, bed. We hebben een bedje. Heel beetje met asperges aangelegd, hè? Ja. En daar zit je eigenlijk normaal de hele dag in te groeten. Te groeten, bedoel ik. Want dat doe je ook in een bepaalde tijd? In de aspergetijd. Ja, dat is ook tot Sint-Jan Pieter... van dingen... Tot Sint-Jan. Ja, ja. Dus ze gaan uit de grond gelijk in de pan. Ja, maar je moet alleen snel erbij zijn. De aspergesboeren die staan s'morgens vroeg op. Ja. Wanneer het zonnetje komt, dan begint die asperge te groeien. Dan moet je erbij zijn. Want hoe langer dat die buiten de grond zit, hoe eerder gaat die verkleuren. Ja, vanzelf. En de witte asperge is het product. Maar goed, dat is een gek, maar dan kan je wachten. Dus staat hem klaar met je staat, hij komt al, ziet u. Waar? Hier komt er al eentje uit. Is dat nou hier korte tijd? En nu is het taak van de goede aspergesteker dat je dat heel goed doet. Er komt een asperge, die wordt zo'n centimeter, wat doe je? Kijk, en dan maak je bloot. Ja. Dan pak je man, en dan sneek je mijn scherm. Nou, daar heb je vast geen opleiding voor gehad, hè? Of wel? Nee. Hogere tuinbouwschool is niet nodig, of heb je dat wel gehad? Nee, has is niet nodig. Nee. En hoe lang doe je het dan? Hoe lang verbouw je ze al? Nou, al lang. Al heel lang. Ja, al heel lang. En je blijft nog wel even doen ook, hè? Nou, goed. Dankjewel, want dan gaan wij... we gaan even heel bijzonder, want we gaan even lekker eten, want de koningin is gearriveerd. Hare majesteit zelf. Goedenavond. Ik zeg dat zo, de koningin is gearriveerd, maar ze is ook echt gearriveerd. Het is namelijk de aspergekoningin, zeg maar de Miss Asperge. Het is Miranda van het Hof. Hallo, majesteit. Hallo. Hoe maakt u het? De echte aspergekoningin. En haar hofdame, en dat is Esther Peuter. Hallo, hofdame. Jullie zijn een echte asperge koningin en hofdame, hè? Hoe word je dat? Is daar een... Wie maakt dat uit? We zijn benoemd geworden. Benoemd. Benoemd? Ja. En moet je dan in bad pakken? Hoe gaat dat? Nee, helemaal niet. Nee. Moet je daar niet iets voor kennen dan? Dat je zegt van nou, een reden waarom je dat wordt is er helemaal niet? Nee, niet bijzonder. Het kan nu gewoon worden. Het is gewoon... Je wordt gewoon gevraagd. Dom geluk als je dat wordt. Ja, het is gewoon, dat kan je allemaal. Dat kan ik ook worden, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nou, koning, maar koningsasperge. Prinsasperge wil je ook wel eens wezen.
We gaan asperge eten. We hebben daar een expert voor hier bij gehad. Bertil Veenstra. En hij is de oma. Oma! Dat is onze oma en die gaat... Die gaat ons serveren, hè? Want dat asperge eten, dat kan je niet zomaar... Niet overdrijven, dat asperge eten, dat kan je niet zomaar. Daar is een heel ritueel gaat eraan vooraf natuurlijk. Hè? Dat weet je ook wel fijn, ik hoef niks te vertellen. Dat is allemaal een duidelijke zaak. Vind je niet? Lekker. Lijkt me lekker. Lekker, ja. Oké. Okay. Ik wilde dat ook eigenlijk voorstellen om te beginnen met een lekker glaasje wijn. Nou, daar komen we eigenlijk voor, hè? Daar gaan we dan eigenlijk om. Asperges is een leuke aanleiding, maar asperges moeten zwemmen, toch? Nee, dat waren die andere dingen. Vis moet zwemmen. We hebben een heerlijke Tokaj Pinot Gris. Oh, nou die sloppert er wel in. Tokaj Pinot Gris. Tokaj Pinot Gris. Heerlijke witte wijn. Heerlijke witte wijn. Lekker droog. Mooie lekker droog. Zuren, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dat is een uitstekende begeleider voor die asperges. Geweldig. U bent met de auto? Ja. Wel met de auto, maar klok. Dan regelen we wat. Zal ik hem gezellig op tafel zetten, anders? Ik vind het heel gezellig. Zet hem maar bij de hofdame, want die lucht er dadelijk wel een paar. Ik kan ze zelf erin klokken. Hè? Nou, meiden, daar gaan we. Ja. Mogen we al of nog niet? Laten we doen. Ja, mogen we al. Oké, okay. Klink, klink, klink. Nou, een prettig zo. Salut. Proost. Gezellig, hè? Is dat leuk, hè? Ja. Dat is hij wel, hè? Ja. Die glijdt er wel in. Lekker, lekker. Dit is heerlijk drinken. Hij is goed, hè? Ik vind al genoeg zo voor vandaag. Ja, maar hierbij houden. We moeten die pindaatje asperges erbij. Natuurlijk. Gezellig. Nee, ja, lekker asperges. Oh. Het is het seizoen ervoor, dus laten we... Mijn, hup, oh ja. Klik door. Het is voor niks, dan moet je hem aannemen. Hè? Dit zijn ze. Dat zijn ze, mag ik het vragen om het wordt een klein beetje bij te houden? Zij is gewoon in, hè, weet je. Ja, zeker weten. Miss Asperge. Heb je het ook op je briefhoofd aan, Miss Asperge? Staat het ook ergens vermeld? Is er een titel die ergens op staat? Nog niet, maar dat komt nog wel. Heb je een visitekaartje met Mrs. Asperge? Hallo, u spreekt me. Hoe neem je de telefoon op? Hallo, met Mrs. Asperge? Met Aspergekoningin. Met Aspergekoningin. Ja. Dat is toch geweldig, hè? Terwijl jij bezig bent met het verhaal over de Aspergekoningin, nou, ben ik bezig met het opscheppen natuurlijk. Ik zit in de bende vol te haren, eigenlijk allemaal. Hij gaat lekker, hè? Ja, heel lekker. Nou, hup, drink leeg. Je hebt toch een wielklein. Wat zullen we doen? We nemen er wat ei bij. Doe maar. We hebben twee soorten ei. Ik zal eerst bij mezelf een beetje opscheppen. Over de kop van de asperge. We hebben twee soorten ei. We hebben een lang ei en we hebben een kort ei. Wat doen we zo? Hebben we twee soorten ei. Oh, je hebt een ronde eieren. Ja, je hebt altijd ronde. Je hebt geen vierkante eieren natuurlijk. Hè? Ik denk dat jij beter niet meer kan drinken, want je gaat nu raar. Maar wat is het verschil tussen dit ei en dat ei? Nou, dit is een geprakt ei. Ja, wat je nou op schept, gekruim ei. En hier heb je dan hele eieren. Hele ei. Als je er echt veel zin aan hebt, neem je een heel ei. Ja, maar en anders krum ei. Je gaat er een heel ei bij nemen. Op dit moment heet het nog geen asperge à la flamande. Het heet nog geen asperge à la flamande. We doen er een klein beetje heerlijke botersaus overheen. Over het ei en het kopje van de asperge. Moet je doen of je thuis bent. Mag ik? Ja. Als jij het naar je zin hebt, dan ben ik het ook naar mijn zin. Mag ik zo vrij zijn? Woon je verder. Wat er nog bij hoort, is de heerlijk gewelde ham. De gewelde ham. Wilt u wat ham? Lekker. Ja? Rij hem raar mee. Moet je hem rij jezelf. Ik ga jezelf. Rij gewoon raar. Nee, ik vraag even. Wilt lekker u wat ham? Daar geweest. Ja? Alsjeblieft. Dank je wel. André, wat ham? Alsjeblieft. Dank je wel. Ik help even, hè. Ik zeg niets, ik zeg niets. Ik zag hem maar niet voor hier, hoor. Je moet elkaar helpen in het leven, hè? Ja, zeker. Over helpen gesproken. We gaan onszelf langzamerhand behelpen. Want we kunnen gaan eten. We gaan eten. We gaan eten. We gaan beginnen. Maar hoe eet je nu dit? Ja, hoe gaan we dit eten? Dat is eigenlijk heel mooi. Dat zal ik je voordoen bij deze. Je neemt de asperge onder de kop. Onder de kop? Is die er nog? Oh ja. De achterkant pak je vast met je vingers. Achterkant pak ik vast met mijn vingers. Wacht even hoor. Ik heb hem al. Yes. Ja? Ja, ja, ja zeker. Onder de kop, ja. Omhoog. Hai ho. Die van mij leeft nog. Ah ja, 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 ja. Wacht even, andersom. Nee. Ik heb hem al. Oké. En in je mond, alleen de voorkant. Ik heb een sluierstaart.
Dit is het wel, hè? Dit is lekker, hè? Of dat he? Lekker is. Heerlijk, hè? He? Er zijn nog steeds asperges à la flamande. Echt waar? De achterkant, die traditioneel gezien, zuig je die leeg. Dus je stopt er weer op. Ik hoef jou niks te vertellen. Ja, hoort het, hè? Niet doorslikken, hoor. Dat heb je net, dat zijn is nog niet gegeven, hè? Het ziet er heerlijk uit allemaal. We lachen met die dingen. Dus. Gezellig, hè? Ja, de etiketten, het hoort er allemaal zo'n beetje bij. Hoort er altijd bij. We nemen nog een glaasje wijn bij nog. Ja, heb je nog een flesje? Een zeker. Oh. Dit wordt een hele gekke avond, zal ik je even vertellen. Wilt u een nog wat gekke avond? Ja? Oh. Ik ken iemand in de horeca, die lijkt heel erg op jou. Zo. Nou, nu zul je natuurlijk afvragen, wat doe ik nog met die smerige vinger? Want ja, die achterkant is toch een beetje vettig geworden en zo. Daar heb je zo'n vingerbakje voor staan, een vingerbol. Dan kun je lekker met een citroentje erin met je vingers. Ja, lekker ontvetten. Ja, dat heerlijk, is lekker, zeg. Oh, verdomme. Daar zou je helemaal in kruipen, hè? De natte handen, gewoon. Gewoon. Aan de servet. Afvegen. Aan de servet. En klaar. En dat is hem. Had je nog meer te vertellen? Nee, dat is hem wel, hè? Ik vond het een... Nou, ik vond het gezellig. Dat mag er in gezellig. Dacht ik wel. We maken ons lekker ons glas leeg. Op de asperges. En dan kunt u thuis, dames en heren, misschien wel leuk, want het sluit leuk aan bij wat we nu gedaan hebben. Hebben we een thuisbij met Gerard van Bezij. En die ging thuisbij koken met sterren met Cas Spijker. Thuisbij.